Yo kijkers, tof dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Mensen, vandaag de folder slash de site IJs uit van de Kaufland. Ik weet nog niet zeker of ik ook langs deze winkel ga. Test vuurwerkshop in Duitsland. Maar ik ga nu kijken op de site wat ze voor nieuwe dingen hebben. Wat ze voor producten hebben. Misschien ga ik er dan toch langs, omdat ik echt iets moois zie voor een goede prijs. Dus we gaan er gewoon een beetje doorheen scrollen. Een beetje filmpjes kijken. En dan gaan we kijken wat ze hier als aanbod hebben dit jaar. De Kaufland, ze liggen best wel dicht bij de grens allemaal. Dus in principe gaan er heel veel mensen ook heen. Alleen voor mij is het iets verder wegrijden. Nou, in ieder geval, je hebt zo'n grote doorlombak. Ik ga niet alle producten bekijken. Dit is hetzelfde fonteintje als eigenlijk gewoon met Lidl en met Aldi. Ook van Weco, ja, van die Zwitserse fonteinen. Pakketje. Een pijlenpakketje. Een brandblusser, altijd handig natuurlijk. En ja, en ook zo'n doorgelompte bak. Nog eentje. Nog een pakket. En hier de eerste, waarvoor ik eigenlijk iedereen naar de Kaufland gaat, is de Bloody Mary. En die kost 4 euro, zoals je kan zien. En het, ja, het is best wel, het kost nou evenveel als de 8, dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Nou, hier ga je het filmpje gewoon zien. Prima, mooie cake. Vind ik zelf niet al te brede effecten, maar van 4 euro, wat kan je anders verwachten? 16 shots, echt prima, mooie cake. Ik vind hem zelfs iets mooier als de 8, dus in de 8 is nu ook 4 euro. Oftewel de potion in het noorden en de 8 is in het zuiden, oftewel de oude Reno. Dus in principe vind ik dit wel een betere en voor 4 euro kan je ook deze halen. Dus hij is wel 12 shots en de 8 is 16 shots, dacht ik. Dus ja, dat is het enige verschil. Maar in ieder geval, het is echt een aanrader als je naar de Kaufland gaat. Sowieso de Bloody Mary meepakken. Nou, dan heb je hier nog een jeugdpakketje. Nog wat van die partypoppers. Een pijlenpakketje voor 25 euro. Dat is wel heel duur. Eens even kijken. Hier hebben ze nog een tischvuurwerk. Dat zijn volgens mij kleine fonteintjes. Dan hebben ze hier nog zo'n kinderpakket. Ze hebben hier wel heel veel van die kinderpakketjes, moet ik zeggen. Dat is echt niet normaal. Dan heb je hier een... echt een mega ding, maar die kost 60 euro en hij ziet er niet echt heel veelbelovend uit. Dan heb je hier een pijlassortiment. Ik kan me niet voorstellen dat het 6 pijlen zijn, want anders is 25 euro heel veel. Heb je hier nog een bakkie, hier nog een pakket. Ze hebben echt veel kinderpakketjes hier. De Fright Night, nou daar ben ik even naar benieuwd. 49 schoten, laat het filmpje gewoon gaan kijken. Een beetje lichte effecten moet ik zeggen, maar niet al te slecht. Dus in principe ja, voor hoeveel kost die? 7 euro, ja, is op zich kan je wel meenemen. Is niet slecht, 7 euro voor dit. Dan gaan we even verder kijken, nog een kinderpakketje, zo. Volgens mij verkopen die kinderpakketjes goed bij de Kaufland, want niet normaal. Nou, dan hebben ze hier nog een grote batterij. Ik weet niet wat het is, er staat helaas ook geen filmpje bij, dus we kunnen hem niet bekijken. De familie, ook een pijlenpakketje met wat losse knalletjes. En dan heb je hier de Battle of Lions. En die lijkt verdacht veel op de Hellboy van de Lidl. Zoals je kan zien, hij ziet er echt zo uit. En hij kost ook 4,44 euro. Nou, we gaan kijken. Prima cake. Ik weet niet of het echt dezelfde is als de Hellboy van de Lidl, maar hij ziet er wel hetzelfde uit. En ik weet echt niet meer de effecten van de Hellboy, dat ben ik echt vergeten. Dus het kan best, moet je maar een filmpje van de Hellboy opzoeken en dan kan je het vergelijken. Maar in ieder geval, je kan hem hier kopen, je kan deze ook kopen, je kan deze gewoon voor de graf erbij pakken. 4,44 voor 16 shots is zeker te doen. En op zich waren de effecten ook nog best mooi, moet ik zeggen. Dus ja, in ieder geval, die zou ik ook meenemen als ik erheen ga. Nou, laten we verder kijken. Een kinderpakketje, het zal ook weer eens niet. Een grote doorlandbak, een kinderpakketje, een kinderding. Ze hebben echt veel dingen hier, moet ik wel zeggen. Een box, eens even kijken. De Funky Soul, 15 euro. Ja, ik vind het niet zo heel interessant eruit zien. Sterretjes, pijlenpakketje. Een fontein voor 10 euro. Nou, dat is wel een hele dure Duitse fontein van Weco, moet ik zeggen. Hier nog een mega fontein, 18 euro. Ze vragen hier wel echt dure prijzen. Romeinse kaarsen. 5 stuks voor 7 euro.
Eens even kijken. Kunnen we inzoomen? Nee, we kunnen niet inzoomen. 30 schoten. Oeh, deze lijkt me wel leuk, man. Voor 30 schoten per ding. Of ik weet niet of er 6 per stuk in zitten. Dat kan ook natuurlijk, als er 30 schoten totaal zijn. In ieder geval, als ik er ben, zou ik deze wel zeker meenemen. Gewoon voor, omdat het gewoon leuk is. Nederlands is niet meer te verkrijgen. Nou. Eens even kijken. Knalbonbons. Hier nog zo'n pakketje met van alles erin. Hier nog een cakey. Wolkenglitzer. Fonteintjes. Ik weet niet wat dit allemaal is. Een lamp. Ik weet niet waar een lamp erbij moet. Maar een pijlenpakketje. Zo, een cake voor 2 euro. Ik weet niet of het een fontein of een cake is. Ik denk een fontein, ja. Dus je ziet, ga even kijken. Oh, dat is op zich wel een prima fonteintje voor 2 euro. Dan kan je er wel een paar van meenemen. Dat is zeker niet slecht. Dat is zeker een goede aankoop als je naar de Kaufland gaat, dit fonteintje. 2 euro, dat is niks, man. Wat heb je hier nog? Aanzoend lichten. Nou, ik denk dat dat van het licht is of zo, fakkeltjes. Hier nog een grote cake. En volgens mij zijn het strijkertjes dit. Gold en super. Ja, het zijn strijkertjes als ik het goed heb. Want je ziet dit strijkkopje. Dan heb je hier nog een cakey. Nog wat losse dingen. Grote pak met kubische kanonslagen. Dat hebben ze hier ook. Dan hebben ze nog een wensraket. Nog een pakketje. Nog een pijlenpakket, de goldraketten, die hebben ze eigenlijk bij de Lidl volgens mij ook, en bij de Aldi volgens mij ook. De Gorilla Attack, eens eventjes kijken. 2 cakes bij elkaar. Kijk meer naar de prijs, is een beetje interessante prijs, zie je grote bak voor interessante prijs, dan ga ik even pas kijken. Want ja, dit voor 13 euro is een beetje heel duur, zo'n 19 shots, dan kan je beter 3 keer de Bloody Mary pakken. Ze hebben hier ook Thunder King, zoals je kan zien. Een hele dure cake, zo. Ik weet niet hoe groot deze is, maar hij kost 50 euro. Heb hier nog een fonteintje. Ze hebben zelfs een tweede pagina. Laten we naar die tweede pagina gaan. En hier staat nog meer. Ze hebben echt veel, moet ik zeggen, man. Het is echt wel veel in deze winkel. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk dat ik dit jaar wel een cake ga nemen. Want ze hebben hier best wel veel. Het is natuurlijk al iets duurder allemaal als bij de Aldi of de Lidl. Maar ja, soms moet je gewoon eventjes de beste producten hier vandaan halen. Nou, hier allemaal cakes, maar niet echt dat ik zeg 11 shots, 15 euro. Daar ga ik natuurlijk nooit van mijn leven betalen. Nou, voor de rest zie ik nog niet. Groot pijlenassortiment. Hebben hier nog van die grappige rotjes. Hebben hier, verkopen hier wel echt pakken met rotjes. Dus dat is wel grappig. Alleen meteen 7, 8 euro voor 80 van die Duitse rotjes. Ook weer heel overdreven duur, vind ik. Eens eventjes kijken, hier hebben ze nog eentje. Deze moet goed zijn, de Fiesta heb ik gehoord. Dus we gaan eens een filmpje kijken. Ja, deze hebben wel een mooi breed effect, alleen... Ja, voor deze prijs, ja, dan koop ik toch niet voor 2 keer de Black Ice natuurlijk. Eens eventjes kijken, hier hebben ze nog een klein fluitbakje. Nog een grote bak, nog een cake, nog een pijlenpakket. Ze hebben echt zoveel verschillende dingen. Oeh, wat is dit? 3 euro, dat ziet er wel goedkoop uit. Is dit een cake? Nou, er zit niet veel spektakel in, moet ik zeggen. Vandaar dat hij maar 3 euro kost. Oh, toch nog? Oh, twee keer het hele ding. Nou, wat een spektakel. Nou, voor 3 euro kan je natuurlijk meenemen voor de grap. En dan zijn we op het einde aangekomen en ja, ze hebben hier nog pijlen assortiment en nog de briljant bla 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 batterie, nog wat. We laten het filmpje afkijken. Zo, lekker tempo. Lekker tempo ineens. Kijk, op zich voor 18 euro is dit niet slecht. Dus hier ziet het ook op zich. Misschien zou ik deze als topcake meenemen vandaag. In ieder geval, mensen, ik denk dat ik wel een aantal mooie producten heb gezien. Vooral de Bloody Mary natuurlijk. En wat andere losse dingetjes zoals dit soort knalletjes en zo. Daarvoor kan je echt wel eventjes naar de Kaufland rijden. Maar voor de grote cake zou ik vooral bij de Lidl en de Aldi blijven.
In ieder geval, ik hoop dat jullie een toffe video vonden. En ja, doe een like als je het tof vond. Als je meer sites wil zien, slash folders, laat het achter in de reactie. Doe een like. En vergeet zeker niet te abonneren. En ja, jullie zien vanzelf in de compilatie van het vuurwerkshoppen. Compilatie zeg je, ja, gewoon vuurwerkshoppen. Duitsland heet het natuurlijk. De 28e komt die online. En jullie zien vanzelf als ik er langs ben geweest of niet. Er komen ook nog genoeg livestreams aan waar ik echt mijn lijstjes ga maken. Dus check die vooral als je wil weten wat ik ga halen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Doei!